Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, is gisteren in de vooravond aangekomen in het dorp Nieuw-Lombé. Kapitein Henry Café was gisteren ten einde raad, want het water bleef maar stijgen. Het is de eerste keer dat dit dorp te kampen heeft met wateroverlast. Kapitein Café geeft aan wat er gebeurd is na aankomst van het NCCR in het dorp. Ja, de Macon is de. Ik denk dat we een voormaatschap is de soldaten. Ze komen helpen, ze zijn met tenten gekomen, met een veldbed. Heel veel aerotanks, noem maar op, last. En ik bleef daar tot 10 uur in een keer dan kwafoto. Maar ze hebben geholpen gisteren. Ah, ze hebben geholpen. Dan ben je best maar voor alle mooie is dit. Maar heeft u direct gevraagd van waarom ze nu pas zijn gekomen? Nee, die heb ik niet gevraagd. Mijn naam kolonel, ik ken die naam van die kolonel niet, maar ik ben accent dat boy. Nou pas weg, maar dat kan ook pas. Dit is opdracht. Hoe kom je dat? Oké, is goed. Maar wat dat doe ik ook. Maar het enige dat is maar... Maar dat is niet. In het binnenland wil je een groepsverband, hè. Dat wil je poeseren onderling, want dat is een heel moeilijk. Maar daarop de onderwater, nou pas NCCR ko echt dat ik ook naar heel op in het dorp. We stellen ze hier op prijs dat ik ook. Maar met in de toekomst mee op dat kwartalief dat de wispedeerstak naar met de mooie plasma eerder. Café zegt dat het NCCR de mensen die met spoed geëvacueerd moesten worden heeft geholpen. Ze zijn ergens ondergebracht waar zij de nacht konden doorbrengen. Ja, maar ik gebruik we ja, maar staal dat in het dorp en we half gebouw. Dus daar nou een gebouw voor staan. Overheid bij bouw bij 14 jaar bij de man op bouw en af. De ina gebouw dat de man op het sani, wel beter. We zijn even voor de sma bekant strip dat bij de sma zouden moeten evacueerd is de. Maar de ben je bij redelijk, mijn oma klaak redelijk. Hij helpt voor de man bij. Ah ja, sorry.